Elke avond, zo tussen 7 en 8, komen op de grote postkantoren zoals hier in Amsterdam honderdduizenden poststukken binnen. De oogst van de 6 uur buslichtingen in de stad en de wijde omgeving. Na een voorsortering op grootte en dikte worden de brieven automatisch met de postzegels naar één kant gezet en in een razend tempo voorzien van het dagstempel. Keurig netjes vallen ze vervolgens met de adreszijden naar voren uit de machine, waarna ze in bakken op een lopende band naar de sorteerafdeling worden gevoerd. Elke dag moeten in het hele land zo'n 14 miljoen poststukken worden bezorgd op meer dan 5 miljoen adressen. En dat betekent allereerst een gigantisch sorteerwerk dat voor een groot deel verricht moet worden in de uren van de avond en de nacht. Duizenden handen zijn dan druk in de weer voor de sorteerkasten die 48 vakken bevatten. Dit handbedrijf, zoals het bij de post wordt genoemd, wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd in de zogenaamde arbeidsonaangename uren. Maar daarin hoopt de PTT verandering te brengen door de mechanisering die mogelijk wordt door de invoering van de postcode. In het kader van die mechanisering wordt op het districtspostkantoor in Amsterdam sedert enige tijd proefgedraaid met nieuwe apparatuur, waarbij het personeel onder andere vertrouwd wordt gemaakt met de werking van de indexeringsmachines. De op de poststukken geplaatste codenummers en letters worden op een toetsenbord aangeslagen. Die aanslagen worden in de machines vertaald in streepjes. En via deze streepjescode vindt dan geheel automatisch de sortering plaats. De poststukken worden opgezogen en passeren een foto-elektrische cel die de streepjescode leest en die in de sorteermachine de wissels in zodanige stand zet dat iedere gecodeerde brief in het juiste vakje terechtkomt. De verwerkingssnelheid is 27.000 stukken per uur. En geen sortering in 48 vakken zoals bij het handbedrijf, maar in één keer in 238. In de proefopstelling in Amsterdam staan momenteel 2 van deze machines. De post van elk vak wordt gebundeld, net als na het handsorteren, waarna deze bundels, die voorzien zijn van de plaatsnaam, door routiniers in de zakken worden geworpen. En dan worden de speciale posttreinen geladen die de post van Amsterdam vervoeren naar de andere 11 centra waarin in de 80e jaren ook sorteermachines zullen zijn opgesteld. De PTT beoogt daarmee het handhaven van de doelstelling: vandaag gepost, morgen bezorgd.